Dankjewel om alles in de hands te zetten. Nu kunnen wij niet verder. Heeft die flikker echt goed gedaan. Woehoe, zeg. Jee. Yeah. Yo guys, Glash hier van vandaag in die video. En vandaag gaan we verder met Outlast. Ik ben helemaal niet zo bang. Ik ben fucking bang. Ik blijf echt dit spel echt eng vinden. Ik kan gewoon op continue drukken. En dan gaat de hel beginnen. Al ja, verder ja. Ah ja, hier is... dingen. Noemt hem daar. Die een dokter snapt je. Is hier iets? Is hier iets? De vorige aflevering waren we met je, dus het is redelijk lang geleden dat ik nog eens alleen heb gespeeld. Zou ik naar boven moeten of naar beneden? Ik denk wel als je naar... Ja, hier gaan we niet door kunnen zeker. Nee. Ja, we moeten dus naar beneden. Nice. Oh jee. Woehoe, zeg. Wat haat ik dit spel? Ik haat dit spel zo. Maar zo fucking hard, joh. Kijk, komt hier nog een batterij ligt of zo. Dankjewel, joh. Ik kan altijd een jumpscare. Ligt hier nog een batterij? Deze is echt scary als shit. Ik denk dat we nu terug op de main floor zijn. Huh? Uh-oh. Is dat Father Mort? Thank God you survived. Yeah. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Maar... Hij heeft mij zich maar... laten leiden, snap je? Oh nee, deze deeltje heb ik niet gezien, denk ik. Jumpscare. Ah! Zal er niet iemand zijn benenflik? Nou, ik ben nog maar 3 minuten aan het opnemen. Ik wou er al 10 minuten aan het opnemen, wel of zo. Nope. Ja, ik heb geen keuze, denk ik. Allemaal spots om te hiden. Nice. Oh ja, hier moet ik waarschijnlijk in. Haha, deze is echt kut. Hoeveel batterijen heb ik nog? Eigenlijk. Not that much. Kan ik hier in? Oké, ik kan hier in. Er is iemand aan het douchen. Aha. Kijk, we kunnen hier inspringen. Oh. Alles zijn de fik. Ja, dat. Hallo. I had to burn it. All of it. Nah. Murtaugh took so much from us. Used us, turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. Yeah. So let it burn. Turn on. Burn the whole goddamn thing down. Okay. If you want to live. Die gasten hebben veel normaal wat moeten doen. Is deze zeg maar allemaal fixen, maar ik wil weten wat daar is. Oh, mooie muziek. Sort of. Dankjewel om alles in de hands te zetten. Nu kunnen wij niet verder. Heeft die flikker echt goed gedaan. Woehoe, zeg. Jee. Someone there. Billet. Oh, I don't trust this. Nu zou ik graag een batterij vinden. Ja, ik ga niet voor. Ik kom niet voor die stomme notes. Ik wil fucking batterijen, yo. Yo, dude. Please. Er moet toch wel een batterij zijn. Wat zag ik daar? Ah. Een prank. Dat was zo mijn zenuwachtige. I really don't like this. I really don't like this. Echt een batterij?
Maar je batterij erkt, joh. Ah, saving. Als er nu eens hier een flikker staat. Deze doet hij toch sowieso open. Fuck off, Siebre. Ah, Siebre, nee. Ik heb verpest mijn dag, joh. Siebre. Siebre, ik haat u zo hard, joh. Ah, ik kan nu gewoon normaal. Gewoon eens een keer iets normaal gaan, dit spel, jongen. Nope. Onze vingers worden eraf geknipt. En al die troep. Ja, hier ga ik lang wachten, denk ik. Maar. Het probleem is, als ik nu uit de locker ga, gaat hij er sowieso staan. Dus ik blijf erin zitten tot hij er is en dan terugwijs. Ja, tot hij er is en dan terugwijs. Geduld is een mooie zaak, in dit spel niet. Kijk, ik weet nu al, als ik uit die deur ga, uit deze locker, dan gaat hij er sowieso staan. Dat zeg ik echt nu al. Libre, waar are you? Ik weet niet waar hij is, maar... Oh, achter ons. Even hierin. Het probleem is, ik weet niet waar ik die waterdingen zou moeten aanzetten. YOLO! Gaat hij hier rond of niet? Hier kwam ik van zeker. Oh fuck yo. Oh my god, ik weet niet naar waar ik moet. Sorry, godverdomme. Fuck. Die gast weet toch altijd waar ik ben, hè? Kijk, hallo, Siebre. Ja, dat bedoel ik dus. Oh man. Oké, zit het dus hier. Waar is die? Sowieso wel naar hier, want hier moeten we zijn. Oké. Dat is één. Dat is fucking één. Deze is kut, gast. Die is echt kut. Niks leuk aan. Ik
weet ook al waar de knop is. Dus op zich moeten we maar één ding zoeken. Ah ja, we. Ik moet leren. Ook die muziek, joh. En Hello Kitty muziek zou al veel rustgevender geweest zijn. Ja, rustgevend is een beetje overdreven, maar ik snap wat ik bedoel. Sorry, dat was pas. Ik gewoon een commentje bent post hier. Waar hij was daar. Maar ik kan niet zoveel zien daardoor. Shit. Ik had dan een betere camera gekocht, lul. Zal die nog naar hier komen of niet? Ah, ik denk niet. Hier was hem dat trein. Dus. Waar zien we? Is meer naar daar? Ja, goed zo. Goed zo. Ergens is deze wel goed, hè? Zo'n lokker, maar langs de andere kant ook niet, want je kunt niet zoveel zien. Maar ik ben pletje dat hij nu hier zit. Hij heeft toch al één ding aan, dus het kon erger. Ja, zie, hier kan ik wel naartoe. Het bad. Oké. Okay. Oh. Ik dacht dat Siever dat was. You can go next if you're a good little baby. Nou, what the fuck zei die, joh? Hallo, hallo. Back where Siever was. Nee. Ga er tussen. Oh. Zoals je kunt iemands kop aftrekken, kun je deze toch weghalen. Allee, second chance. Try. Is hij mij al kwijt? Hij is mij gewoon kwijt. Ah. Ik zie niks. Ah. Ah, yes. Dag, Siebre. Ah, man. Mijn lage FPS ineens. Ah, niet iedereen is even blij, denk ik. Dat ik dit heb geblust. Oké. Okay. Hier zijn we. Oh my god. Oh my god, ik zit te beven. Nee, ik ga stoppen. Dat zag ik niet aankomen. Dat zag ik echt niet aankomen. Ik heb net heel de buurt bij elkaar geroepen. Yo. Ja, ik zei het nog. Volgens mij had hij niet zo blij zijn dat we alles hebben geblust. Fucking Siebere. Oké, sorry. Dat is de hardste jumpscare ik ooit heb gehad. Dat gebied was eigenlijk Dr. Kut echt nog vriendelijk. Nou, ik ga deze video afsluiten. Ik ga ervoor even stoppen, want ik ben er, ja, een beetje geschrokken. Ja, anyway. Vond deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer je de volgende keer. En de volgende keer gaan we jammer genoeg weer verder met Outlast.
Ik zeg